Soms wil je voor je onderzoek de grootte van een populatie bepalen. Dan kun je natuurlijk eenvoudigweg alle individuen stuk voor stuk tellen. Zoals bijvoorbeeld bij de madeliefjes in een grasveld. Maar ja, dat is wel heel veel werk. Je kunt dan ook een plot van bijvoorbeeld een vierkante meter maken. Op een aantal willekeurige plekken in dat grasveld bepaal je het aantal madeliefjes in die vierkante meter. Daarvan neem je het gemiddelde en die extrapoleer je dan voor het gehele grasveld. Maar sommige soorten zijn nog lastiger te tellen. In dat geval kun je ze vangen, merken en weer loslaten. Als je bijvoorbeeld een val maakt, daarin vang je 30 individuen, die merk je, die laat je weer los en je wacht tot ze weer verspreid zijn in de omgeving en na een bepaalde tijd vang je er weer, zeg 35 dit keer en daarvan zijn er 7 gemerkt. Als ik dan wil bepalen hoe groot de populatie is, 30 de eerste keer maal 35. En die deel ik door 7. En dat is het aantal teruggevangenen. En dan kom ik uit op een populatie van 150 stuks. Dus de eerste keer vermenigvuldigen met de tweede keer. En dat getal delen door 7. Het aantal teruggevangenen levert de populatie op. En zo kun je op een makkelijke manier de populatiegrootte bepalen.